Het is altijd uitkijken voordat ze je aanrijden. Ze kijken toch nergens naar, zelden met fietsers. Het is een grote ergernis voor veel Hagenaars. De verkeerschaos aan de Grote Marktstraat. Waar fietsers, snorfietsers en winkelend publiek kriskras langs elkaar heen gaan. Eerder werden bromfietsen al uit de straat geweerd. En nu geldt er vanaf 1 oktober ook een snorfietsverbod. De Grote Marktstraat is in de loop van de jaren drukker en drukker geworden. Met fietsers, maar ook met heel veel snorfietsers. Groot probleem is dat die met een vaak hoge snelheid door deze straat rijden. Nou, we zien natuurlijk dat het eigenlijk gewoon een winkelstraat is waar veel winkelend publiek lekker loopt te slenteren. Ja, dan kan je niet van die snelle snorfietsers hebben. Niet verwacht. Maar misschien is het wel beter. Want als ik kan rijden met een snorscooter, dan moet je altijd uitkijken voor fietsers en voor mensen. Dan zitten we met de telefoon en zitten ze gewoon de weg over te steken. Ja, dat kan natuurlijk. Ja, maar het is nu wel echt onveilig wel. Ja. Dat zeg ik ook de hele tijd. Want mensen lopen hier gewoon de hele tijd overal heen. En ze kijken ook niet uit. Wij lopen graag zo te keuvelen, zo winkelend. En van de ene koffie naar de andere te gaan. En dan... Ja, dan ben je ook niet altijd zo alert op wat er allemaal om je heen gebeurt. En dat moet hier ook kunnen, op zo'n promenade, zeg maar. Fietsers en bromfietsers, het rijdt allemaal maar door die straat heen. Ik zeg gewoon, winkels open met bromfiets en de fiets gaan lopen. Bromfiets en fiets lopen. Ja, want de fietsers zijn hier ook, dat gaat ook maar een lukraak er doorheen. En dat kijkt ook niet uit waar mensen lopen en waar mensen staan. Ook de wethouder vindt de hele verkeerssituatie verwarrend. Hij wil misschien ook wel verder gaan dan alleen een snorfietsverbod. Ja, ten eerste denken mensen dat hier echt een officieel fietspad ligt. Nou, ik wilde gelijk die even die misvatting uit de wereld helpen. De fietser mag in principe over de hele breedte rijden. Maar we hebben ze een beetje geprobeerd te clusteren in dat gootje wat hier ligt. Nou, fietsers denken dat ze een fietspad hebben. Kortom, het werkt niet. We willen daarom gaan onderzoeken of de gedempte gracht hierachter, of we daar een vrijliggend fietspad kunnen realiseren. Dat betekent dat de fietsers dan uit de Grote Markt zouden kunnen gehaald kunnen worden, een eigen veilig fietspad hebben en de wandelaars hier op de Grote Marktstraat alle ruimte hebben. Dan zou dus eigenlijk ook de fietser, net als de snorfietser, omgeleid worden via de gedempte gracht. Ja, daarvan wil ik wel zeggen dat het daarbij heel belangrijk is dat we voor de fietser een veilige route weten aan te leggen. Want daar is ook veel verkeer. Op het moment dat we die daar niet goed kunnen scheiden, dan zullen we de fietser hier echt doorheen moeten leiden. Want waar we het laatste waar we op zitten te wachten is natuurlijk meer verkeersongevallen. Vanaf 1 oktober alleen een snorfietsverbod nog dus. En die hele snelle fietsers dan? Ook de hele snelle fietser mag niet harder dan 15. Dus ook daar gaan we op letten. Maar het is lastig te handhaven. Maar in principe moet iedereen zich gewoon aan de regels houden. En dat is 15 km per uur maximaal. En vooral goed opletten op elkaar. Als ze maar rustig rijden. Doe je dat altijd? Ik kan maximaal 17 dus. Dat valt je mag hier 15 dus. Ga ik er 2 kilometer overheen soms.